Hallo allemaal! Vlogtijd! Zijn we weer met een vlogje. Het is de eerste zondag van januari. Ja, dus eerste zondag van het jaar zelfs. Eerste zondag van het jaar zelfs. En ja, aangezien er in januari al heel veel mensen proberen te gaan stoppen met roken, is dat het thema van deze vlog vandaag. Stoppen met roken door middel van dampen. Ja. Waarom? En ja, nee, hoe had het al een keer gehad? Hè? Ja. In oktober volgens mij. Ja, we hebben het laatst al over gehad over termen en dat soort dingen. En wat je nodig hebt en dat soort dingen. Dus de link staat daar hieronder. Maar waarom zou je stoppen met roken door middel van dampen? Ten eerste, je hoeft niet te cold turkey. Nee, je hebt nog steeds een handeling en nicotine. Ja, dat kan je ook afbouwen. Ja. En het is 95% minder schadelijk. Ja. Want je hebt gewoon geen verbranding, dus geen troep. Ondanks wat heel veel mensen altijd roepen. Ja, wat zijn eigenlijk de voordelen van stoppen met roken door middel van dampen? Hetzelfde stoppen met roken zonder dampen. Bijna. Je hebt nog steeds nicotine. Ja, maar nicotine zelf is niet veel schadelijker voor je dan een bak koffie. Nee, dat is waar. Nicotine zonder de sigaret, hè? Nicotine alleen. Nee, de verbranding van de sigaret is eigenlijk het schadelijkste. Ja. De nicotine eigenlijk het minst. Het is ook niet carcinogeen, dat zal elke huisarts je zeggen. Wat betekent carcinogeen? Dat het kanker veroorzaakt. Oké. Okay. Nicotine zelf veroorzaakt geen kanker. Nee, want anders zouden we ook allemaal bang gemaakt worden voor koffie. Ja, of aardappels. Of tomaten. Courgette. Courgettes. Of jouw favoriete aubergine. Ja. Alle nachtschade planten hebben nicotine. Aardbeien hebben ook aardbeien stuk nicotine in. Maar ja, dus je hebt geen verbranding. Dat is een voordeel. Ja, het voordeel is, je hoeft niet cold turkey. Je hebt nog steeds de handeling, je hebt nog steeds de nicotine. En dus die combinatie is eigenlijk een van de drie verslavende elementen van een sigaret. Ja. De andere is de extra stoffen die aan tabak wordt toegevoegd, die afhankelijk maken. Dus ja, je moet in het begin wel even door een fase heen. Nou, bij mij viel dat wel mee. Ja, maar sommige mensen hebben er echt last van om van het tabak over te stappen naar de elektronische sigaret. Want ja, sommigen zijn echt afhankelijk van de nicotine. Anderen is de verslaving echt meer de handeling, zoals bij jou. En sommigen die zitten echt aan de extra stofjes vast die in verbrandingstabak zit. Zoals die maat van ons. Ja, die heeft het al een paar keer geprobeerd, maar het lukte hem echt niet. Ja. Maar ja, dat is dus, ja, je hebt geen verbranding. Dus het is een heel stuk minder schadelijk voor je. Een ander voordeel is ook, je ruikt meer, je proeft meer. Hetzelfde als als je gewoon stopt met roken. Ja, alle voordelen van stoppen met roken heb je ook gewoon. Ja. Zijn er ook nog nadelen van stoppen met roken door dampen? De PG in e-liquid onttrekt wel wat meer vocht uit je lichaam. Oh ja, constant een droge mond. Ja, je hebt wel af en toe een droge mond. Je moet wel wat meer drinken. Ja, dat is, ja. On that note. Meer water drinken. Oh. Oké, het is 95% water, maar... Ik wou net zeggen. Kijk, dan zeg het maar alvast voor je. Het is 80% water. Nee, dit is een goede stevige. Dus 77%. Ik zit 22% alcohol in. Nee. 87%. 13%. Ja. Maar je moet inderdaad wat meer drinken. En kijk, ja, wat is er nog meer? Ja, er is ook wel een nadeel aan, maar dat is natuurlijk hetzelfde als je stopt met roken. Je ruikt alles. Ja, dat is dus je ruikt de bloempjes wat meer, maar je ruikt ook de bloempjes naast de beerput wat meer. Ja, en ook de rokers, die ruik je wat meer. Ja, en dat, in het begin valt dat wel mee, maar uiteindelijk merk je wel steeds meer het verschil. Je neus is erop afgestemd, hè? Ja. Omdat je zeg maar zelf altijd zo geroken hebt. Ja. Dus je neus erop afgestemd. Dus als het in één keer wegvalt, valt het in één keer heel erg op. Ja, en dan heb je echt iets van, heb ik altijd zo geroken? Oh man. En je ruikt de zweterige mensen. Ja. Dus liet altijd een beetje. Sommige mensen zijn een beetje overgevoelig voor PG. Ja, maar dat is niet bij iedereen. Dat is, ja, dat is bij een gedeelte van de mensen die... die krijgen een beetje last van irritatie van de luchtwegen door de PG. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein percentage van de mensen. Maar als die gewoon hoog PG gaan dampen, dus een wat dikkere vloeistoffen, dan hebben ze er eigenlijk zo goed als
geen last van over het algemeen. Nee. Zelfs mensen met COPD hebben er voordelen bij. Zeker als ze niet kunnen stoppen met roken, als het hun niet lukt. Raad ik wel aan om het te proberen met elektronische sigaret. Zwangere mensen. Zonder nicotine dan? Ja, of heel laag. Ja, gewoon heel snel afbouwen. Dus, net zoals dat zwangere vrouwen worden geadviseerd om snel af te bouwen met het roken van sigaretten. Het is wel geschikt voor zwangere vrouwen, maar ik raad het nog steeds niet aan om het met nicotine te doen. Ik weet niet, ik vind het een beetje... Als je niet kan stoppen met roken? Als je niet kan stoppen met roken, is het een beter alternatief, ja. Dat probeer ik uit te zeggen. Ja. Ja, nee, dat wel, ja. Zeg niet van, als je zwanger bent, moet je dampen. Nee. Als je zwanger bent en je rookt als een ketter, dan kan je dampen eens proberen. Dat is wel slecht, veel beter voor je foetus dan sigaretten blijven stomen. Ja. En doordat je dan in ieder geval nog één de handeling hebt, lukt het misschien wel om je nicotine redelijk snel af te bouwen. Ja, misschien zelfs een nul nik of zo. Ja. Want de smaakjes die erin zitten, het is gewoon, dat is food grade. Dat ja, is, alle aroma's die worden gebruikt, die worden eigenlijk ook door de voedselindustrie gebruikt. Ja. Het enige is dat ze nog niet weten wat aroma's op lange termijn doen door inhalatie. Ze weten wel dat als je het eet en drinkt, dat het geen schade kan. Maar niet als je het inhaleert. Maar ja, dat is het, aroma's zijn maar een heel klein percentage van de... Dus meestal van je liquid, is meestal 10% is aroma. Maar ja, je hebt ook heel veel mensen die lopen allemaal iedereen bang te maken dat je niet moet gaan roken. Ja, al die broodje aapverhalen die je ziet van het is schadelijker dan roken en het explodeert. En, ja, ik heb best wel van exploderende dingen heb ik best wel wat onderzoek achteraan gedaan. En eigenlijk van alles wat ik gevonden heb is alles menselijk fout. Dus die tank die explodeerde zat op een mechanische mot. Dat is iets wat niet gereguleerd is. Waardoor het dus in één keer heel veel stroom geeft naar iets wat heel weinig stroom nodig heeft. Nee, dat is anders. Meeste van die tanks die op gereguleerde gaan, die hebben niet een pin die uitsteekt. Dus wat er eigenlijk gebeurd is, die platte pin die gaat op de positieve en negatieve pool zitten en dan krijg je kortsluiting. Ja, in het geval van exploderende tank was dat er een liquid in zat op basis van water en alcohol. Hè? Ja. Bestaat dat? Ja, hij had zelf liquids gemengd. En dat was 50% VG, PG en NIC en aroma. Dat ja, is waar je het was 50% VG. En misschien een beetje gedemineraliseerd water. Dat zit er soms ook nog wel eens in. Ja, nou ja, het was 50%... geen alcohol. 50% VG en water met alcohol en aroma. Dus dat was 10% water, 10% alcohol. Zover ik had begrepen uit wat ik heb gevonden. Maar het was dus een 1,5 ohm coil die op een meg had gedraaid. Ja, ik zeg maar mee. Waardoor dus de tank explodeerde. Wat ik meestal weet is van batterijen die exploderen in mechs, is dat ze er... Ja, batterijen is gewoon vanwege beschadigingen. Ja, of dat ze niet uitstekende pin op een mech Ja, maar dat is de batterij inderdaad. Maar ik had het echt over de tank. Dat zie ik niet zo snel gebeuren eigenlijk. Nou, als je gewoon normale e-liquids gebruikt. Ja. Dus dat is dus wat ik ook probeer te zeggen. Van ja, het is gewoon menselijk fout. Mensen zijn gewoon dom bezig. Je moet gewoon echt alleen maar spullen gebruiken die geschikt zijn. En alleen maar in een mechanische apparatuur gaan als je er gewoon je wat verder in verdiept hebt. Ja, sowieso als je begint, blijf weg bij de mechs. Ook al zien ze er nog zo mooi uit. Ja, als je elektricien bent, kan je het misschien wel proberen. Ja, dan weet je de kede wet van ohm. Ja, dus dat is... Dan kan je wel logisch nadenken van, oh hé, hey, dat is een platte pin. Oh, dat is kortsluiting. Laat ik dat maar niet doen. Nee, dat dus. Maar dan weet je ook gewoon hoe dingen... Maar dan verdiep je er ook in hoe dingen werken. Want dat vind je het interessant ook vanuit je werk of je hobby of wat dan ook. Oh ja, mensen stoppen hun batterij in een kaal naakt in een broekzak samen met een klein gat. Ja. Dat zie je ook nog. Dat is ook een deel van de verhalen. Die exploderende batterij in de metro van New York. Die vorig jaar rondging. Dat was dus geen exploderende mot, maar een exploderende batterij. Want hij had zijn mot in zijn handen. En de batterij explodeerde in zijn broekzak omdat zijn batterij was beschadigd. En in zijn broekzak zat met zijn sleutels. Ja. Moet je niet doen, doet boom. Ja. Is oud. Doet kortsluiting. Daar hebben we van die mooie, hoesjes en doosjes. We hebben toevallig nog iets in de buurt liggen. Even zoeken. Ja. Zie je gewoon zo'n siliconen hoesje eromheen of van die speciale doosjes. Oh ja, hier. Kijk, zie je. Zo'n speciaal doosje
Dan kan je ze gewoon veilig in vervoeren, kan geen kwaad. Ja, want je moet wel dit zijn geen kinderachtige batterijen. Nee. Het zijn best wel heftige, zeg maar, ze doen zeg maar piek 40 ampère of zo, of 30 ampère. En het is 300 mAh, dus er zit flink wat punch in. Ja. Het is lithium, ook niet te vergeten. Maar ja, als je gewoon een standaard gereguleerde mot hebt, is het totaal geen problemen. En mocht je de batterijen eng vinden, er zijn ook een heleboel apparaten te koop met een ingebouwde batterij. Dan hoef je helemaal niks met batterijen te doen. Nee. En voor de meeste mensen is dat ook gewoon voldoende. Ja, een groot deel van mijn apparatuur is ook met ingebouwde batterijen. Ja, en als je batterijen gebruikt, zeg maar, het is toch handig om een externe lader te kopen. Ja, je kan ze wel opladen in het apparaat zelf. Vaak wel. Let er wel op dat je het niet aan je telefoon opladen doet, want die zijn te krachtig en gaat de levensduur van je batterij gewoon heel snel achteruit. Ja. Heb ik ook op de harde manier moeten leren. Trickle charge heet dat. Ja. Ze moeten vandaar externe lader. Daar is mijn Lady Q stuk. Ja. Daar externe lader, als je batterijen gebruikt, is het beste. Ja. Zo'n Nightcore of zo. Of, er zijn wel ja, of gewoon in de auto opladen of aan je computer of zo. Of op een netscherm omdat dat onder 1 ampère is. Ja, dus niet in je USB-3 poort stoppen. Die is ook hoger dan 1 ampère? Ja. Oh, dat is voor snel laden. Dus ja, dat gewoon langzaam opladen, dat is beter voor je batterij. Ja, er kan niks fout gaan als je het toch op je snel laden doet. Het enige wat je ermee doet, is de levensduur van je batterij verkorten. Dus in plaats van dat hij zeg maar 300 keer opladen meegaat, gaat hij dan nog maar 100 keer opladen mee of zo. Ja. En ja, dat is uiteindelijk na een tijdje is dat vervelend, want dan gaat hij heel snel leeg. Ja. Maar hij kan niet exploderen of dat soort dingen. Als je er gewoon veilig mee omgaat met je apparatuur, kan eigenlijk niks mis mee gaan, want deze apparaten zijn allemaal beveiligd. We hebben allemaal beveiligingen erin zitten. Ja. In ieder geval als je geen Mac hebt. Nou, het is bij gereguleerde mods en ook bij deze hybride zoals deze, er zit beveiliging in dat je zeg maar voor... verkeerde polariteit, dus als je batterij verkeerd om in doet, dan gaat hij niet eens aan. Nee, dat heb ik heel vaak met mijn X-Priv. En hittebescherming, dat als ze te warm worden. Dan stopt hij er ook mee. Stopt hij er ook mee. Heat protection! Heb ik ook nooit, heb ik ook regelmatig. Ja, dus wel als ik mijn coils voorgloei, dan springt hij daar wel eens op. Ja, ik heb het als ik aan chain vapen ben. Nee, bij huisje 20 of 30 of zo, dan heeft hij zoiets van, hallo, ik word niet te warm. Maar je bekijkt mij, je pakt wel een andere. Ja, of je stopt maar even. Ja, of je stopt maar even. Ja. Oh ja, over misschien ook wel goeie. Over de meeste mensen zijn bang dat ze te veel dampen als ze beginnen. Ja, ga je meer dampen als je stopt met roken? Ja en nee. In het begin wel, nieuwigheid. In het begin wel, maar... wat ik zelf had, is dat ik inderdaad veel meer ging dampen dan ik rookte. Maar dat komt omdat... Ja, elke keer als ik trekker pakte ik hem voor 3-4 hijsjes. En dan legde ik hem weer weg. Dus net zoals dat heel veel rokers, in ieder geval ik als roker rook, had ik halverwege mijn sigaret eigenlijk voldoende. Maar ja, je rookt heel je sigaret op, want het is zonde om het weg te gooien. Ja. Dat hoeft dus nu niet meer. Dus ja, je pakt hem vaker, maar uiteindelijk damp je minder. Doordat je hem vaker kan pakken en hem ook gewoon na 2-3 hijsjes weg kan leggen, krijg je niet meer nicotine binnen. Het is alleen dat je... hem vaker pakt, maar ook sneller weglegt. Ja, en als je niet op het knopje drukt, gebeurt er ook niks mee. Dus zeg maar, het is niet een sigaret die blijft branden. Nee, een sigaret die moet je oproken of uitmaken. En deze, ja, als je gewoon op de bus aan het wachten bent en je hebt nog tijd voor 2 hijsjes, kan je nu even 2 hijsjes nemen. Anders had je die hele sigaret moeten oproken, of je had moeten wachten tot je weer uit de bus gestapt was, bijvoorbeeld. Ja, en over het algemeen is het ook zo dat ze noemen autotitratie, noemen ze dat. Mm-hmm. Zeg maar, je hebt een limiet van nicotine waar je aan gewend bent. Als je doomt, je probeert eigenlijk je nicotine op dat niveau te houden. Dus als je er overheen gaat, dan merk je dat meteen aan jezelf. Mm. Dus krijg je het warm. Het is net een beetje als te veel koffie drinken of te veel thee drinken. Dat je in één keer niet... Je krijgt het gewoon warm, je wordt licht in je hoofd. Ja. Soms als ik echt te lang doorga, word ik misselijk. Ja, maar dat is nog ver voordat vergiftiging optreedt. Dat is een beetje een broodje-aap verhaal. Je kan geen nicotinevergiftiging krijgen van elektronische sigaretten. Nee. Het maximale wat je in vloeistof hier in Nederland kan krijgen is sowieso 20 milligram. Nou, een dampje hoger, maakt nog niet uit. Ja, maar ik heb het zelf ook vaak genoeg, want ik heb het nu van de week ook
gehad. Ik heb Smok Novo. En daar zit 20 milligram in, omdat er nicotinezout in zit. En ja, ik was achter elkaar door aan het hijsen. Nou, ik werd warm en draaierig. Ja, ik kon gewoon niet meer verder daaraan hijsen. Ja. Omdat ik me gewoon niet lekker voelde. Ja, dan stop je vanzelf. Dus ik kon niet verder gaan. Want ja, dus ik heb toen maar eentje gepakt zonder nicotine. Ja, ik had de handeling nodig. Oké. Okay. Geeft rust, geeft vertrouwen. Ja, dat dus. Dus je kan overdoses. Nee, dat gaat niet. Nee. Het is fysiek onmogelijk. Ja, wat zijn er nog meer broodje-aap verhalen? Nee, het is in ieder geval niet schadelijker. Ja. Het is zelfs minder schadelijk dan roken. Je kan geen nicotine-overdoses krijgen. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Het is redelijk makkelijk als je eenmaal overgestapt bent om af te bouwen. Ja. Mocht je dat willen. Wat nou als je kinderen snapt op dampen? Beter op dampen als op roken. Ja. Maar ja, het is gewoon net zoals met roken. Gewoon uitleggen dat het niet goed voor je is. En dat ze het beter niet kunnen doen. En dan gewoon over praten waarom ze het doen. Eigenlijk als ze zeggen van ik doe het voor de kunstjes. Oké, ik heb een paar sigaretten gerookt en ik vond dit prettiger. Dan heb ik zoiets van, oké, laat ze dan maar gewoon dampen. Want als je dat gaat verbieden, gaan ze maar sigaretten doen. Ook heel vaak die jochies die zo'n mot hebben en kunstjes willen doen, zeg maar. Die dampen meestal alleen maar pure VG. Ja, dat is ook een vraag. Van ja, zitten er aroma's in, ja of nee? Zit er nicotine in, ja of nee? Kijk, als er geen aroma's in zitten en geen nicotine, is het zo goed als inert. Wat is het? Een 100%% kans dat er iets gebeurt? Ja, helemaal niks. Er kan helemaal niks gebeuren, want VG wordt ook in verstuivers gebruikt. VG wordt in rookmachines gebruikt. Mismachines gebruikt. Dus in een theater adem je het ook in. En het is, in het disco's. In de jaren 50 al bewezen dat het... Want een soortje acteurs maakten zich zorgen. Ja. Dus ze hebben ze flink onderzoek naar gedaan. En de VG... Ja, doet niks. Als aerosol is onschadelijk. Nee, dan nog een broodje aap verhaal. VG zit ook in ruitontdooier. Nee, je bedoelt antivries. Antivries, ja. PG. PG. Ja. Is in ieder geval... Propleegglycol. Ja. Maar e-liquid is antivries. Nee... Het is eerder andersom. Een onderdeel van e-liquid wordt ook gebruikt als onderdeel van antivries. Vroeger had je antivries, dat was propyleenglycol, geloof ik. Nee, dit is propyleenglycol. Die andere was propyleen... Glycogeen. Glycogeen, ja. Ja, maar die was wel giftig. En toen gingen ze propyleenglycol gebruiken, omdat dat niet giftig is. Ja. Dus tegenwoordig, de antivries van tegenwoordig is niet meer giftig. Omdat er propyleenglycol in zit. Ja, en propyleenglycol zit ook in e-sigaretten. Ja. Maar het betekent niet dat je e-liquid antivries is. Het is eerder andersom. Je kan e-liquid als antivries gebruiken. Ja, dat kan. Ja. Maar je kan antivries niet dampen. Nee. Je kan wodka ook als antivries gebruiken. Ja. Maar je kan het ook niet dampen. Nee. Je kan het wel drinken. Ja. In beperkte hoeveelheden. Ook in onbeperkte hoeveelheden, maar je gaat vanzelf uit. Ja. Dus even kijken, was er weer. Zat ik iets over. Oh ja, en PG wordt ook gebruikt in. Hoe heet het? Inhalers voor astmapatiënten. Ja. Dus. En in ziekenhuizen om de lucht te schonen. Ja, dus zeg maar. Waarschijnlijk adem je het wel eens. Als je het. Als zelfs ben je. Anti-whatever. Je ademt PG in. Ja. Dat zit gewoon in de lucht. En mensen zeggen: ja, maar frisse lucht is het beste voor je longen. Frisse lucht bestaat niet. Nee. Zeker, in ieder geval niet hier in Nederland. Nee, we wonen naast een weg. Ja, hoe heet het? Het grootste gedeelte van Nederland is bebouwd en lopen wegen doorheen, snelwegen en dat soort dingen. Nou ja, als je gewoon in een kilometer van een weg woont of van een fabriek woont of in ieder geval iets met een uitlaat woont, ja, dan heb je al kans om meer schadelijke stoffen binnen te krijgen. Oh, nog een mooie. De vocht in de damp zit, die verzuip je longen van. Ja. Maar waarom raden ze mensen dan aan om te gaan stomen als ze verkouden zijn? Er zit meer vocht in stoom. Hoeveel mensen verdrinken in de douche van de damp? Of in de sauna? Ja. Oh ja, zeker in de sauna. Ja. Ja, je kan inderdaad, je hebt een langzame verdrinkingsdood vanwege de vocht die je binnenkrijgt door te dampen. Waarom denk je dat lucht... Je staat elke dag onder de douche met alle dampen. Je staat, als je aan, wat denk je van koks? Ja. Ja, die staan dan in het kokend water, stoom, weet ik veel. Ja. En sowieso, dit is iets zoals een luchtvochtigheidsgraad.
Ja, wat denk je van de mensen in de tropen met luchtvochtigheid? Gaat soms voor 95%. Ja. Die verdrinken niet. Die leven nog steeds. Die doen het hartstikke goed. Ja. Dus nee, dat is echt een broodje aap verhaal. Dat kan niet. Mocht je nog meer broodje aap verhalen hebben, laat ze hieronder achter. Met debunking, zonder debunking. Maakt het alleen maar leuker. Als het met debunking is, we komen er echt als zonder debunking is, komen we erop terug. En als je wilt stoppen met roken, probeer dampen. Het zou wel eens kunnen lukken. Ja, zeker als je al eerdere pogingen hebt gedaan wat niet gelukt is. Apparatuur is vooruit gegaan. Er zijn wel veel meer smaakjes. Ja, maar ook al heb je eerder gestopt met roken door middel van pleisters of andere dingen. Of gewoon zonder hulp probeert te stoppen met roken. Geef het er gewoon een kans. Ja, heel veel mensen worden tegengehouden door de eerste aankoopprijs. Zeker voor de wat grotere apparaten. Ja, ben je gewoon snel 100 euro kwijt. Ja. Maar ja, wat kost een pakje sigaretten? Je zit al snel in de buurt van de 10 euro. Ja, dan zitten we dus wel 7, 8 euro per dag of zo. Ja, nee, dus als je een apparaat hebt van 80 euro en je rookt voor 8 euro per dag, heb je dat apparaat er in 10 dagen uit. Dus met 2 weken heb je je eerste aanschaf eruit. Want je moet natuurlijk ook nog steeds wel coils en vloeistof kopen. Ja. Maar ja, vloeistof kost, wat is het? Tussen de 3 en de 5 euro voor 10 milliliter. Ja, daar doe je misschien een paar dagen mee. En daar doe je tussen de 1 en de 10 dagen mee. Het ligt eraan wat voor apparatuur je hebt en hoeveel je het gebruikt. Dus ja, als je nu zeg maar 2 pakjes per dag rookt, ben je 18 euro, zeg maar 16 euro kwijt. Per dag, hè? Per dag. Na de eerste aanschaf, wat je van zeg maar even 120 euro, ben je als je dat eruit hebt, ben je daarna 5 euro per dag kwijt. In plaats van 16. En dan zit ik echt met mijn 5 euro per dag op gewoon het maximale van wat ik van mensen ken om me heen die dat uitgeven aan dampen. Ja, veel vaak zitten ze eronder, dan hebben ze zo'n klein pinnetje. Ja, kijk, als je inderdaad gewoon... Met de Heineken liquid. Ja, als je gewoon zo'n Just Fock aanschaft, ja, wat is dat, 40 euro? En nee, dan de vloeistof van koers erbij, nou, dan zit je op 60 euro, kan je in ieder geval een maand vooruit. Ja. 60 euro kan je een maand vooruit. Koop eens alles wat je rookt in één keer, dan ben je... Over het algemeen meer dan 60 euro kwijt. Zelfs ik was meer dan 60 euro kwijt per maand. Nee, ik was 60 euro kwijt per 4 weken. Nog wel meer. Ja, ik was maar 60 euro kwijt per 4 weken omdat jij een deel betaalde. Ja. Jij had de 5 sigaretten van mij en ik kreeg een vol pakje terug. Dus... Ja. Hij had 's ochtends nooit sigaretten en geen zin om checkies te draaien. Dus dan jatte die van mij weer sigaretten. En dan kreeg ik in het weekend weer een vol pakje terug. Vond ik een erg goede deal. Maar ja, samen waren we 400 euro per maand kwijt aan roken. Nou ja, van het geld wat we dus nu over hebben, is hij nu zijn rijbewijs aan het halen. Zijn we op vakantie geweest naar IJsland? Dat soort dingen. Bedenk je wat je ermee kan doen. Ja, het spaart een hoop uit. Ja, zet het apart voor leuk. Natuurlijk, zeg maar, compleet stoppen met roken of dampen is natuurlijk nog goedkoper. Ja. Maar ja, als dat niet lukt, het is het proberen waard. Ja, zeker voor mensen die twijfelen, geef het een kans. Ik zou zeggen, probeer het. Als het nu niet lukt om cold turkey te stoppen, geef dampen een kans. Het heeft heel veel mensen geholpen en het helpt steeds meer mensen om te stoppen met roken. En ja, dampen is nog steeds minder schadelijk, 95% minder schadelijk volgens de Engelse Gezondheidsdienst dan roken. Want je hebt geen verbranding. Maar iedereen die deze maand probeert te stoppen met roken, heel veel succes. Heb je nog meer vragen? Laat ze hieronder achter. We zijn echt bereid om je te helpen. Mensen in de comments die zijn ook wel bereid om... Mochten wij niet snel reageren, mensen in de comments reageren vaak ook. Mocht je het willen proberen, ga langs je lokale vapeshop langs. Zitten door heel Nederland zitten er verschillende. Google is je vriend, die vindt er wel een paar voor je. Schiedam zit in ieder geval een goeie. In Wateringen zit in ieder geval een goeie. Den Haag zit ook een goeie. Er zit overal. Er zitten ook wel goeie. Rotterdam zit er ook een. Er zit er ook een aantal. Ja, maar ik zou zeggen, ga fucking Utrecht zitten. Woerden. Woerden. Alkmaar, heb je er ook nog een? Oh ja, Alkmaar, ja. Egmond. Er zit geen vapeshop. Volgens mij zit er wel eentje. Nee. Nee? Nee. Nou ja, als je vapeshop wil beginnen, begin er een in Egmond. Ja, dan kan je zijn ouders helpen overhalen om te stoppen met roken. Ja. Die willen niet. Nee, maar... Gewoon zonder gekheid. Bij twijfel, ga gewoon langs je lokale vapeshop. Vraag gewoon hun om informatie. Ja, probeer wat dingen uit. Kijk bij je vriendenkring rond of iemand dampt. Vraag hun wat hun ervaringen zijn.
En probeer het gewoon. Ja. Beter dampen dan door blijven roken. Maar in ieder geval, iedereen die stopt met roken, heel veel succes. Voor ons was dat het, deze vlog weer. Jullie zien ons over 2 weken terug met onze livestream weer. Datum staat daar. Op zondag om 19:30 gaan we live. En volgende maand weer een vlog. En jullie zien mij binnenkort terug met deel 2 van de liquamix. Er zit ook nog een opbouw van een dripper in de planning. Dus, maar dat was het dus voor vandaag weer. En jullie weten het, stop met roken en ga dampen. En elke damper is een roker minder. Vond je het filmpje leuk? Like het. Wil je meer zien? Abonneer je. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een melding als we nieuwe filmpjes online hebben staan. Heb je vragen of opmerkingen? Kan je ze hieronder achterlaten. En natuurlijk ook via onze website of Facebook. Donatiepagina. Ja, we hebben ook tegenwoordig op onze website een donatiepagina staan. Geen Patreon. Nee, daar gaan we mee stoppen. Het heeft toch geen zin. En ze zijn een stelletje achterbakse losers. maar dat de point. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ja, en subscribe to PewDiePie. En tot de volgende keer weer. Bye bye.